Ik heb de linker galop gedaan. Ik ben dus bezig met een project waar we binnenkort meer over gaan vertellen. We hebben in het begin natuurlijk hulp gehad. Dus Yellow is nog heel... Hij is niet geel, maar hij is heel groen. Blijft hij aan het slingeren, dus we hebben een beetje geoefend dat hij wat rechter wil worden en dat hij iets meer naar voren op te zoeken. Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op ons kanaal. Het is vandaag zaterdag. We hebben een paar pakketjes binnengekregen en ja, het is niet heel spannend, maar we willen toch even aan jullie laten zien wat we gemiddeld, wat we zo nu en dan binnenkrijgen aan pakketjes. Dus dat ga ik even laten zien en daarna wil ik Yellow weer rijden voor het eerst in de nieuwe bak, zeg ik elke keer, maar in de bak met de nieuwe omheining. En dat is ook echt voor het eerst weer sinds een paar maanden dat ze in de bak gereden wordt. Want ik heb haar de laatste tijd alleen maar in het bos gereden. Omdat ze ook aan de andere kant stond. En nu staat ze weer dichterbij. Dus nu kunnen we haar even weer ophalen. Oh jongens, we zijn even naar binnen verhuisd. Want we hadden 3 pakketten gekregen. En... We hebben dus geen hele praatvideo sessie opgezet hier. Maar we zijn gewoon op een stoel gaan zitten. En we gaan jullie ja, we gaan het even laten zien. Nou ja. Heel veel karton. Oh, Jenny gaat zo gelukkig worden. Maar dit zijn de nieuwe supplementen van de paardendrogist die we binnen hebben gekregen. En we hebben 2 pakketten gekregen volgens mij. Dus voor ja. Alle paarden hebben we supplementen. Allemaal dozen en shampoo dingen. Maar dit gaan we dus niet nu bespreken. Maar dan weten jullie gewoon wat we binnen krijgen aan pakketjes of zo. Hebben jullie daar een beetje beeld? Ja. Auw. We krijgen trouwens niet altijd zoveel binnen in één keer en soms is het echt... Het nieuwe kwartaal komt eraan en dan vaak wat samen, want dan starten weer nieuwe... Ja, we verwachten binnenkort ook weer iets nieuws voor zomercollecties en zo. En dit zijn nog 2... Natuurmix en... Natuurmixes. En dit is een plessenmix. Oeh, voor Rosies. Oh ja, die hadden bordjes. Hadden we nog niet. We hebben een doos van Rutjes. Ja. Want... Daar hebben wij de omheining aangeschaft, die dus nu om de bak zit. Ja. En is niet gesponsord. Want ik moest daar gisteren nog een hek ophalen, want we hebben besloten nog 1 projectje toe te voegen aan alle dingen. Maar toen kreeg ik dus een doos mee met een iets, een verrassing van ze. Dus die gaan we nu ook even openmaken. Kijk, dit is amazing. Rutjes paardenboxen, 2 dekens. En er is eentje voor Roos en eentje voor City volgens mij. Look! De A van ananas. Amazing. Amazing. Bakbordjes, letterbordjes. Dat is echt wel wat heel... Is dit dan? Oh, dit zijn nog boxdeur, want bij ons boxdeur komen hier ook vandaan. Oh, dat wisten ze natuurlijk. Stalbordjes. Dat is wel leuk dat ze dat erbij doen. En voor aan de weg kunnen we reclame maken. Bakletten zijn wel mooi, die andere waren kapot gedraaid. Ja, en we hebben nog een pakket. Oh. Je kunt allemaal zien waar dit van in is. Woop. Nog een poetscover. Dit is een mini en deze is echt een stuk lichter dan die grote die we hebben. En we hebben heel vaak dat we eventjes wat borstels mee willen nemen naar Yellow, Bambi en Nala. En dan moeten we die poetskist al helemaal in een kruiwagen doen en dat is gewoon heel zwaar. En dit is een mini en die kun je gewoon om je schouder hangen. Shit, zo'n ding bijt. De waterleiding in Roos haar stal is geknapt. Echt? Oh, en nu? Gaat mijn vader het water afsluiten. En moeten we heel veel vras uit de stal gaan halen. Alweer? Ja. Ja, dat heeft vannacht toch iets gevroren. Het was vanochtend ook -1 nog. Ja, en het was niet heftig, maar het was toch net een beetje zwak. Toch niet helemaal. Kijk, dan drupt hier toch wel aardig van het pannen. Straks mooi. Jullie mooi paddock gemaakt hier. Dat is vreed. Dikkies. Hallo. Wij hebben Yellow gevangen. Knap. Was echt moeilijk. Ja, was lastig. Nee, we gaan nu... Ik had het al een beetje verteld. Maar we gaan haar nu lekker even poetsen. Want ze zit echt onder de... Modder. De bag. En dan kijken hoe ze de bak vindt nu.
Ja, nu is zoveel ruimer. Nee, ze is al best wel een tijdje niet meer in de bak gereden. En ik denk dat ik gewoon weer even rustig aan moet doen. Oefenen met sturen en hoeken doorrijden. En ja, tempowisselingen. Lekker met name in het bos gaan rijden. Ja, gewoon zodat ze kilometers kon maken. Alleen nu moeten we weer even wat technische dingen toevoegen aan de training. Maar laten we makkelijk beginnen. Daar zijn ze wel. Ja, ze is ook niet meer zo bol als dat ze eerder was. Hier kun je best wel fancy rijfoto's met die afmaken hoor, tegen de hekkie. Ja? Bijna een jaar geleden alweer. Wat? Dat we er voor het eerst op gingen. Ja. Met z'n tweeën. Wat? Ah, toch vind ik haar vandaag tot nu toe... Niet heel hoor. Nee, was ze best heel braaf. Inderdaad, dat slingen. Ja, dat zie ik achteraf. Dan ben jij een bocht aan het rijden en kijkt zij weer naar wat anders. Zo'n ponydrafje. Ja, echt hè? Lekker in de manege. Sanne die gaat Yellow uitstappen. Ik denk dat we zelfs gewoon terug naar de wei gaan stappen. Dat is 5 minuutjes. Dus als er een paar rondjes de bak stapt en we stappen dan naar huis, dan is Yellow weer op adem. En ik neem even Hooi mee. En dan vul ik daar de voorraad weer aan, dus dan kan ik niet de camera meenemen, want dan heb ik mijn handen vol en dan zit Sanne dus op het paard. En dan zien we jullie zo weer als we weer afgezadeld hebben en weer thuis zijn. Ja, het is vandaag maandag en... Toch? Ja. Iris is Mario aan het spelen. En ik zit hier met mijn laptop, want ik heb eigenlijk gewoon school vandaag. Maar ik ben dus bezig met een project waar we binnenkort meer over gaan vertellen. Ja, en het is eigenlijk een project voor jullie. Ja. Vanmiddag heb ik voor het eerst weer les met Yellow. Van... Heb je überhaupt ooit al wel eens echt les gehad met Yellow? Nee, in het begin zijn we met Yellow natuurlijk heel erg geholpen met onze vorige instructeur. En daar hebben jullie ook wel video's van gezien. Maar dat was echt meer gewoon het begin en... Ja, dat zou hem makkelijk maken, toch? Ja. Hij heeft net wat extra handen, dat was wel heel fijn. Ja, dat was echt, heeft ook echt heel goed geholpen. En nu zijn we op zo'n punt beland dat... We elke keer wel hetzelfde rondje doen, maar ik weer eventjes bevestiging nodig heb of hulp in of het wel goed is wat ik doe. En of ik het haar makkelijker kan maken of dat ik haar juist meer moet helpen bij dingen of juist iets minder moet doen. En ja, dat is waar Wesley vanmiddag mee gaat helpen. Dus ik ben heel benieuwd. Kijk jongens, ik weet niet, jullie kunnen het wel zien. Kijk hoe lief. City doet een middagdutje en Roos houdt de wacht. En het is echt heel schattig. Ze is echt heel moe. De vredige kudde hier. Oké, wilt u ergens over praten? Goedendag. Dit is de voicemail van... Sannetjes. Ik ben al 10 minuten helemaal klaar. Maar Wesley is nergens te bekennen. Maar ik zit er nog niet op. Omdat Yellow best wel snel al moe wordt. Omdat ze nog niet zo heel veel gewend is. Dus vandaar. Dit is mijn eerste les met Yellow sinds ze echt zadelmak is. We hebben in het begin natuurlijk hulp gehad. Ik werd bijna even onderuit gehaald hier. Content. Ja, maar ik merk nu dat ik gewoon vastloop. Het blijft elke keer een beetje hetzelfde. En ik wil graag weten of ik het nog wel goed doe. En of ik iets toe moet voegen aan de training. Of juist weg moet laten. Of even een stukje begeleiding weer. Dat is wel fijn. Ja, Jelle wordt in mei 4, toch? Ja. Zo, en dan probeer je wanneer hij wat gaat slingeren om hem tussen je benen een klein beetje licht voorwaarts te drukken. Dat hij het voorwaarts opzoekt. Want hoe meer je voorwaarts rijdt, zonder heel hard te gaan, maar hoe rechter die wordt. Dan... everywhere and you're not.
Ja, maar. Hallo! Best op zich wel goed. Yellow is nog heel... Hij is niet geel, maar hij is heel groen. Hij heeft een beetje moeite met de balans nog. Dus hij wil graag slingeren. En Sanne wil hem dan een beetje terugsturen naar waar hij wegkomt. En dan blijft ze eigenlijk steeds bijsturen. En dan blijft hij aan het slingeren. Dus we hebben een beetje geoefend dat hij wat rechter wil worden. En dat hij iets meer naar voren op wil zoeken. En dat wil hij eigenlijk wel... Als je buiten rijdt, mooi zie ik altijd wel in de film dat hij hem wel mooi aantrekt. Maar in de bak vindt hij eigenlijk een beetje saai. En dan loopt hij eigenlijk... Een beetje rond dat hij denkt, nou voor mij hoeft het niet zo. En op een gegeven moment kwam hij wel eigenlijk mooi in met wat meer voorwaartse drang aan het lopen. Gelopen linksom is nog een beetje dingetje, omdat hij zich een klein beetje zo scheef door de bocht gooit. Maar dat lukte op een gegeven moment ook. Hij zou iets meer nog mogen oefenen dat hij dus iets meer recht naar voren kijkt. En kijkt naar de kant waar hij naartoe loopt. Dat hij ietsjes meer voorwaarts opzoekt. En daar zijn we een beetje mee bezig geweest. Maar dat kan natuurlijk ook niet heel lang, want hij is nog maar hartstikke jong. Maar nee, ik denk dat als ze dit een beetje dooroefent... En met haar leervermogen wat Sanne heeft, dan zou het zeker met een jaar of drie wel beter moeten zijn. Dus we gaan ervoor. Heb je nog tips voor mensen die bezig zijn met een jong paard? Ja, nou doe veel zeg maar... Stil nou! Je moet veel hetzelfde doen. Dat wil niet zeggen dat je het saai moet doen, maar dat wat je doet moet je hetzelfde doen. Dus dat kunnen inprenten. Dus dat je niet... Sommige mensen denken dan, oké, vandaag ga ik gewoon even makkelijk rijden. Dat kan ook wel, maar dan kun je beter korter doen en toch... systematisch oefenen hoe je het graag wil, omdat anders is het heel moeilijk voor een paard om te begrijpen en te leren van wat wil ze nou eigenlijk van mij. En het simpel houden, dus niet te snel meer willen, maar dat ze het kunnen verwerken in hun hoofd. En ja, gewoon de tijd nemen. In dit geval kan Jelle op zich best snel. Sanne heeft iets meer tijd nodig, dus dat is dan met elkaar sowieso best wel op. En sommige mensen willen natuurlijk ook vrij vlot. En nee, ik zou gewoon tijd nemen voor een jong paard en ja, gewoon easy en beter iets langer doen over het begin. Dat je aan het later grotere stappen kunt maken dan dat je een hoofdstuk overslaat en dat je, als je bij hoofdstuk 6 bent, weer terug moet lezen waar eigenlijk hoofdstuk 2 over ging. Je ruikt naar baby's. Ik stink dus. Ja. Ik ben ook in deze video. Ja, wij zijn samen. Ja. Al de hele dag. Ja, en zijn samen. Nee, stop. De onthulling. Wesley is weer weg. We hebben ondertussen alweer andere activiteiten gedaan die we niet gefilmd hebben, want dat was gewoon werk. Aan de winkel. Werk aan de winkel. Maar we willen sorry, jullie... die camera draait helemaal. Ja, wat wil je zeggen? Ik wou nog even zeggen dat het goed ging met Yellow. Maar ja. Ja, ik had natuurlijk nog nooit les gehad. En nog nooit. Nog nooit les gehad met Yellow. Maar nu moeten er toch wel meer technische dingen aan te pas komen. En dan is het toch fijn als iemand even meekijkt dat je niet onbewust verkeerde dingen doet. Waardoor het voor haar ook weer moeilijk wordt. Dus dat is nu... aan de orde. Ja, opgelost. Wil ik niet zeggen, maar we gaan eraan werken. Dus dat. En Iris heeft gefilmd. Bedankt, Iris. Ja, ik heb alleen weer aan de rand gezeten bij mijn nieuwe bak. Nu willen we jullie dus bedanken voor het kijken. Ja, en vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei.